vind. Maar hopeloze bedoeling tot nu toe was ik van die 14 wagenbouwers die we al gezien hebben. Ik kreeg ook het laatste jaar dat er mensen komen kijken. Nou, dat is ook niet echt. Maar we gaan hier allemaal heen. Zijn er meer neer? Ja, het zal wel goed zijn. Wat is er voor frikken nou? Gas geven! Jongen, jongen, het lijkt de aandrijf als van Ice Show wel. Ik breek het ook altijd af. 25! Kunnen we jou in ieder geval niet zeggen dat je het juist hout gesneden bent. Ik zou er nu niet bij de Lids en Blazen een oplicht mee laten doen. Wagenbouwers FM. De keuringsdienst van Wagen. Ja, nou, we staan nu bij een groep waarvan we denken dat ze de naam regelmatig... Dat is bij jou zeg maar een hopeloze bedoeling. Wordt ook een carrière met niks. Ze gaan iets met 14 belletjes doen. In de blote kont, denk ik, met z'n allen. Dus Face DJ Willy zal de muziek hier wel gaan verzorgen. Nou, spelling is ook inderdaad hopeloos. Het is kermis, dat schrijf je niet zo. En ja, er schijnen hier veel jonge mensen in verschillende commissies te zitten. Waardoor ze denken dat de toekomst er gewaarborgd blijft. Maar ik denk dat het helemaal niks is. Ik kan het wel beter doen, ja, die fietsen voor die posters neerzetten. Hou hem recht, hè! Ho, ho, ho! Jongen, jongen, jongen. Maar goed dat wij er weer zijn, want anders vinden we wel belachelijk dat je wil ergens vriend van worden. Dan wil je vriendelijk zijn, dan moet ik gewoon veel betalen. Kijk, het lijkt een beetje op een Elon Musk-achtige wagen. Denk ik. Wat denk jij, wat zou dit moeten worden? Nou, misschien wel een orgel. Orgel joken. Orgel joken, ja. Ik denk meer dat de nieuwe raket van Elon Musk is die nou op het lanceerplatform staat en dan dadelijk klaar staat om luchtig geschoten te worden. Nou, ik moet zeggen, iemand voor, ik ben aardig aan de lengte, maar als ik die een kus op de mond wil geven, dan... Ja, maar ik zie je nou ook niet waar de voor- of de achterkant is. Of ze zwanger, dat kan ook. Ze heet Jeanette. Oh, dat is Jeanette. Hoi, hey, Jeanette. Jeanette moet nog een hoofd krijgen. Nou, ze noemen het een praalwagen. Een praal kunnen ze best weglaten. Mensen met belangrijke functies. Die heb ik helemaal niet gezien vandaag. Die komt ook nooit bouwen. Die moet zijn broer helpen, want die is bekend failliet. Dus er blijven er maar twee over. Nou, koekjes, lekker. Redelijk zuiver. Maar op deze pan zat al het hopeloos is. Dus ik ben heel benieuwd. Oh, kijk eens. Dat is netjes. Ah, en zoals je ziet, ja. Zijn ze hier niet verlegen om wat prijzen? Nee, maar dat vind ik dan wel weer een beetje arrogant. Dus zo'n klemmer tegenaan van, oh, hij wordt te zwaar. Weet je wel, dat vind ik dan loopt wel een beetje naast zijn schoenen, zeg maar. Mijn rug! We hebben net bij zijn lieftallige wederhelft gestaan. En ja, nou moest hij hier natuurlijk aan de gang. Dit is onze Martijn. Hoeveel slagen ga je hem erin meppen? Vijf. Misschien gaat hij al zoemelen vooraf. Maar ja, we kunnen hem gewoon goed. Vijf slagen. Als hij er maar meer slagen in, krijg je jouw pilsje. Ja, dat is goed. Oh, dat is goed. Hey, mij ook één. Ja, en Ruud ook in dan. Hè? 1, 2, gas erop. 1, 2, 3. Oh, ja, heel goed. Ja, dames en heren. Zie je niet meer. Dat is allemaal jammer. Dus, geen bier voor Ruud en Ivar. Maar we waren er wel weer. Tot morgen. De Keuringsdienst van Wagen. Wagenbouwers FM.